Op een dag dook er plotseling een oude bekende op in het programma Lang Leven de Liefde, Karin van het beruchte koppel De Scheetjes. Haar introductie was meteen hilarisch, haar date had nog nooit van haar gehoord. En eigenlijk had ze daar stiekem wel op gehoopt. Deze week werden we alvast lekker gemaakt met een voorproefje waarin Karin aan het zoenen was met haar date in de jacuzzi. Haar avontuur bij LLDL begon echter nogal ongemakkelijk. Karin stelde zichzelf voor en de kijkers smulden van het ongemak. Ik weet niet of je me misschien kent. Jij kent me helemaal niet. Oh, ik vertrek. Daar heb ik aan meegedaan. Van De Scheetjes? Ken je De Scheetjes niet? Oh, dat is ernstig. Haar naamloze date vroeg zich waarschijnlijk af waar hij in hemelsnaam terecht was gekomen. Ik zou het niet weten. Zeg me alsjeblieft. Tja, die sprankelende Ik ben een BN'er introductie viel dus behoorlijk in het water. Kijkers hadden de grootste lol om de worstelende Karin. Maar hoe zat het ook alweer met De Scheetjes? Karin en haar man Hans vertrokken in het programma Ik vertrek naar Bonaire om daar een midgetgolfbaan te beginnen. Ze kregen zoveel leuke reacties dat ze hun eigen realityshow kregen op SBS6, De Scheetjes. Helaas werd dit een enorme flop en na verloop van tijd ontstonden er nog meer problemen in het paradijs. Hans en Karin gingen ruziend uit elkaar, waarna Karin een relatie begon met de broer van Hans. Er volgde een bijzonder lelijke vechtscheiding, maar tegenwoordig lijken Karin en Hans weer oké te zijn. Sommige mensen zouden hier misschien niet mee te koop lopen, maar daar zou je Karin dus mogelijk van kunnen kennen.